Nou Ron, er zijn wel behoorlijk wat veranderingen in het televisiewereldje. Nou, zeg dat ja. Het staat op de kaart niet echt populair op het moment. Nou, er wordt veel over gesproken, in goede zin en in mindere zin, ja. Wij als werknemers hebben nu ook, we horen bij het Mediapact. Ja. Ja, weet je daar een beetje van, wat dat eigenlijk betekent? Ja, zeker, maar vertel. Nou ja, er zijn behoorlijk veel veranderingen gaande en we moeten echt wel letten op gedrag en dingen. Het is best wel moeilijk om deze tijd... Ja, voor regisseurs, et cetera, om met emotie om te gaan. Nou ja, niet alleen voor regisseurs natuurlijk. Het is een interessant onderwerp. Het gaat veel over producenten. Het is een moeilijk onderwerp ook. Ja, zeker. En even kijken, er gaan natuurlijk veel verhalen over vroeger ook. Ja. En dat hebben wij nooit meegemaakt. Dat is alleen maar verhalen die we horen. En dus het is een hot ding en daar komt steeds meer over uit. We hebben er ook een cursus over gehad, respect door de werkvloer. Klopt, ja. Kijk, ik bedoel, voor ons als twee mannen is het natuurlijk waarschijnlijk makkelijk praten. Ik bedoel, we hebben er niet echt last van gehad zelf, toch? Of jij wel? Ja, ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Ik heb er zelf nooit mee te maken gehad. Ja, ik eigenlijk ook niet. Dus daarom vind ik het moeilijk om over te praten. Ik ben wel benieuwd wat onze gasten straks van vinden. Zeker. We hebben twee leuke gasten. Ja, zeker. Moet ik ze even aan je voorstellen? Nou, vertel. Wie hebben we eigenlijk, Willem? We hebben Kees-Jan den Daas, ja. Onder andere. Kees-Jan is tegenwoordig bekend als de regisseur van... Boulevard. Ja, maar vroeger ook bekend van de grote shows. Alsmeer en De Mol. En daarnaast hebben we ook een hele grote entertainment regisseur. Ja, ik raas deze jas. Ja, dat dacht ik al. Nee, we hebben Gerben van der Hoven ernaast. Ja. Gerben is bekend van onder andere Miljoenenjacht. I Can See Your Voice. Zieke Duets. Kennen zij elkaar nou ook van vroeger? Nou, volgens mij wel, maar daar ben ik wel benieuwd naar. Daar kunnen we straks natuurlijk alles over weten. Ze zitten hier, hè? Half uurtje. Gaan we ze even aan de tand voelen. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd, Ron, wat ze van dit onderwerp vinden. Ja, zeker. En we gaan het over veel meer andere dingen hebben. Anekdotes ook van vroeger. Van zeker. Wat gebeurde er op de vloer? Hoe zien zij televisie nu? En nog veel meer andere leuke dingen. Laten we gaan luisteren. Oké, Jean, Gerben, welkom. Gezellig dat jullie er zijn. Leuk dat jullie ons willen hebben. Ja. Ja, nou, we hadden net over een iets minder gezellig onderwerp. Want Aaron en ik hebben net buiten de podcast om zijn we begonnen. We hebben een cold opentje gehad. Het ging eigenlijk over het Mediapact samenwerken. En we waren er wel over jullie benieuwd, zeg maar, wat jullie ervan vinden van de huidige actualiteit. Hoe dat gaat in de zin van een nieuw gedrag en het respect door de werkvloer. En hoe het natuurlijk vroeger was. Maar hoe sta je er nu in? Ik zou je zeggen dat ik... opgevoed ben wij allebei eigenlijk, zeg maar, in de hele, we houden het kort, want ouderwetse tijd. Guus Verstraeten, Jo van den Ende, John de Mol, die stonden bij ons achter in de regie en die stonden enorm te vloeken en te tieren. Ja. En mij heeft dat, en ik denk Gerben ook, juist ontzettend sterk gemaakt. En de eerste keer schrok ik er heel erg van. Als ik naar huis reed of ik had de volgende dag opname 2, dacht ik, dat gaat mij niet meer gebeuren. Ik zal hem altijd voor zijn. Ja. Dus ik denk dat het opleidingstechnisch helemaal niet zo slecht is. Of helemaal niet slecht is. Dat ik drijf er eigenlijk juist ontzettend goed op. Ja. Nu nog steeds. Ja. Het is vaak ook een momentopname. Je bent live, dus je moet heel duidelijk zijn. Ja. He, je kan niet vragen, alsjeblieft wil je. Weet je wat? Wil je even toeshotje? Ja, zo werkt het niet. Nee. Het zijn momentopnames en die kunnen soms hard overkomen. Maar die zijn wel niet zo bedoeld. Daarna hou het erover op. Maar hadden we leuke dingen. Ja. Merk je dat je jezelf in je eigen werk beperkt? Voor jullie allebei? Nou, ik niet hoor, nee. Nou, in het werk niet, maar... precies wat je net zei, in de gezelligheid, in de grappen. Ja, precies. Ik heb echt wel afgelopen jaar, twee jaar, dat ik denk van... Nee, ik doe het niet. Nee, precies. Terwijl volgens mij 99% van de mensen die met wie ik werk daar op de vloer staan... Ja. Eigenlijk allemaal daar wel tegen zouden kunnen. Maar ja, en het eigenlijk heel leuk vinden, want het maakt het ook gewoon wel leuk. Als je een knipoog, toch? Dat is wat iedereen weet. Nou ja, goed, dat is dat zegt Helene Hendricks altijd zo goed. Hè? Je moet weten tegen wie je de grap maakt. Ja. En, ja. Dat is ook gewoon zo. Ja. Ja, dat en dat is natuurlijk vaak door een intercom, dat je vaak een grap maakt. Je weet, je kent 80% van de mensen die een oortje hebben, zeg maar. Dan zitten er ook een paar nieuwelingen tussen of een paar stagiaires of wat dan ook. Die denken, wat de fuck zegt die man nou? Dat kan toch helemaal niet? Ja, mensen waar je al 5 jaar mee werkt, die weten hoe je bent, hoe jij bent, toch? Ja, altijd die kutstagiaires. Ja. Anders niet. Nee. Dat zou me heel goed voorbeeld. Het is wel van een grap, weet je wel, waar we ontzettend moeten lachen. En dat menen we niet, maar dat kan niet meer. Ja, je ziet de blikken niet bij, de hoofden niet bij. Hè? Nee. Nee. Maar hoe was dat vroeger dan voor jullie? Zeg maar, jullie zijn natuurlijk opgegroeid in een leuk wereldje, allebei. Nou, nu nog steeds een leuk wereldje. Ja, zeker. Maar wij komen uit een tijd dat vroeger. Maar ja, wij wisten niet beter. Alles kon. Alles moest. En we reden s'avonds naar huis om 1:30 s'nachts. En dan 9:00 ochtends zaten we in dezelfde studio. En dan was het set omgebouwd van een decor. Ja. Vaak meegemaakt jij ook, denk ik, dat ik in de auto zat. Denk, moest ik mijn agenda kijken. Papieragenda nog, hè? Ja. Dat bestond allemaal niet. Wat heb ik morgen ook weer? Oh, god, jezus, aflevering 23, 24, 25 van dat. Hoe staat dat ook weer? Gerben, heb jij dat vorige keer gedaan? En dan, ja, zo ging dat gewoon. Ja. Enorme goede leerschool. Ja, dat was een hele leuke rammen. Ja. Want wanneer is die Luca voor het eerst tegengekomen?
Was vlak voor na de maanlanding, of niet? En ik denk dat ik ben begonnen in Aalsmeer. Ja, in begin 90. In begin, ja, begin jaren 90. Ik ben in 88, 89 begonnen. Ja. Dus 93 of zo, 92. Ja. En allebei toen als cowboy-assistent? Of... Nee, was ik maar was... waar. Ja? Nee, hebben jullie dat allebei niet gedaan? Of wel? Nou, jij hebt meer een filmische filmacademie-achtergrond. Nee, ik heb de filmacademie gedaan en toen... Toen ik in het eerste jaar zat, had je nog heel veel les. Tweede jaar werd dat een 80% minder. Ja. En toen kwam ik in aanraking met Mark Barry. Dat was, die deed daar de vakklas productie. Ja. En die deelde de kabelassistenten in van Aalsmeer. Ja. Dus Joop van Ende productie Aalsmeer. Ja. En dat heette de Indie Cable Company. En nou, ik denk, nou ja, ik had zo weinig te doen en ik had geld nodig. Dus ik ging, ik was eigenlijk helemaal gefocust op film. Maar ik kwam in die televisiewereld terecht en ik vond het ontzettend leuk. Maar dat was, sprak me heel erg aan. Ja, ik was er toen net een paar jaar. Ja. Ik was zeg maar slaaf, noem ik het dat, maar positief, van Guus Verstraeten. Ja, dat was de grote regisseur daar. En alles wat gemonteerd moest worden of kleine instartjes op locatie waar hij geen zin in had of geen tijd of allebei. dat mocht ik dan doen. Overigens zat daar weer een heel traject aan voor. Ik ben begonnen als productieassistent. Oh, ja. Bij de App Oorklep Show van André van Duin, zwart-wit televisie nog. Decor heb je nog gedaan? Decorstukken vervoerd en alles. Oh, je kan ook alles, hè, Kees? Ja, ik kan eigenlijk alles. Ja. Maar ik vind het wel jammer, zeg maar, dat ik bijvoorbeeld niet kabelassistent of cameraman geweest ben. Vind je dat jammer? Ja, dat, ik denk dat het mij nog wel geholpen had, ja, in bepaalde situaties. Ja, cabo-assistentie zeker, weet je wel. En wat zou je daar nu aan gehad hebben dan? Nou, ik ben bijvoorbeeld op een gegeven moment, dat weet Gerben ook, is je volgens mij zelf ook gaan doen, op een gegeven moment door Guus Verstraeten. Als je als regisseur ben je, vind ik wel toch heel erg vaak solistisch bezig. En ik weet dat ik op een gegeven moment in het begin van mijn carrière heel veel in de regie ook zat en me daar eigenlijk verschool. Zo van, nou, ik hoef niet naar die grote studio, ik doe alles via de intercom. Ja. Camera 3, laat je camera even zien, draai hem even om. Ja. Misschien is dat wel leuker. En Guus zei toen een paar keer, Kees, je moet niet alles door die intercom, je moet naar die vloer toe. Je moet op die vloer zijn. Je ziet het ook veel beter eigenlijk. En dat heb ik toen zeg maar echt, zeg maar, oké, dat ga ik gewoon doen. Ik had toen de mazzel, God hebben zijn ziel, dat we toen een hele slechte opnameleider hadden. Ik zeg even tegen dat we het niet links opkomen, maar rechts, want dat is makkelijker. En dan hoorde ik, ja, Kees, ik laat van link. Ik zeg, nee, zo bedoel ik niet. Ik zeg, nou, dan kom ik al naar de vloer toe. En toen bleef ik op de vloer staan met een microfoon in mijn hand. En dat beviel me eigenlijk gewoon heel goed en makkelijk. En daardoor zag ik ook de problemen, de kabelproblemen, de cameraproblemen. Dat werkt heel goed. Wat je normaal gesproken in je hoofd had kunnen hebben, inderdaad. Ja, had ook wel eens nadelige gevolgen. Want als ik dan zeg maar de hele dag op de vloer stond, dan gingen we vlak voor de opname, ging ik voor het eerst naar de regie. Geen denk, idee. Wow, doei. Geen idee. Maar je had Koen Aerts een schakel. Die werd. Dat was sowieso een handicap. Ja, maar goed, ik doe sowieso altijd alles op gevoel. Sowieso vind ik veel beter. Zo ken ik je ook, ja. Nee, maar kabelassistentie is wel handig. Omdat, weet je, ik heb heel veel achter Alex Bordewijk aangelopen. En je hield zijn draaiboek bij. Hij wist eigenlijk ook niks. Nee. Dus jij ging je statief pakken. Jij zette hem daar neer. Hoefde aan te komen lopen in klik. En je hield alles voor de jongens bij. Trappen pakken als een shot, dat is weer bedacht, een shot op een trap. En je was de extra ogen van hem eigenlijk. Ja. En dan was je net even bezig om te spullen die weg. Hup, jij erachteraan met een bos kabels. En het is wel heel leerzaam. Ik weet niet of hij dat jaren gedaan heeft. Maar... Ja, hoe lang hebben we dat eigenlijk gedaan? Het klinkt als vele jaren. Ja, jaar, ja. Oh, dat is nog behoorlijk wat, ja. En toen ben je? Ben je toen meteen... Ik heb stage gelopen bij Kesha. Echt? Okay. Ja, vertel. Hier zijn we wel benieuwd. Vertel daar eens wat over. Nou, ik moest al een rotkursus over helemaal niks van Kesha. Was je toen zijn slaaf? Was je toen zijn slaaf? De eerste keer dat ik met jou volgens mij meereed, ging je voor Wille Dat naar een windtunnel. Met een windtunnel. Ik weet niet meer wat de stunt was. Maar volgens mij ging ik alleen maar kijken. En hij moest tanken. Dat is een kleine wijven Mazda. Vond jij waarschijnlijk een heel leuk autootje. Ja, maar hij moest tanken. Wat gebeurde er? Hij tankte en opeens schoot de benzine eruit. Oh, dat vind ik te haat. Over hem heen. Nou, ik heb hem... Je krijgt echt. De dag begint met benzine over. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat was volgens mij de eerste. Met Taco Ketelaar. Met zijn eerste autotelefoon. Die dat grote ding uit de auto halen. Ja. Ja, en daarna heel veel wie ben ik gemonteerd. Ik was eigenlijk zijn schaduw. Zijn slaaf. Zoals ik de schaduw slaaf. Van Guus. Ja. Klom ik wat hoger op in de ladder. Hij kwam via de filmacademie en wat dan ook. Vanuit hij net verteld, kwam hij bij ons. En zo kon ik mijn taakjes weer een beetje aan hem. Maar het werd ook steeds drukker in de studio. Dus op een gegeven moment, hij schoof weer veel sneller door dan ik. Ik heb ook bij Guus ook weer heel veel dingen gedaan. Want Kees die was helemaal los. Dus die ging al gewoon eigen programma's doen. En toen heb ik ook een tijdje Guus zijn klusjes gedaan. Ja. En... Ja. Maar ook gewoon, weet je wel, Guus was wel echt iemand die gewoon echt wel je ook de kans
gunde om grote dingen te doen opeens. En ik weet nog heel goed dat ik Rad van Vertuid toen deed. Daar was jij inmiddels al vanaf. Ja. En toen ging Leontien weg. En toen kwam er opeens een hele misverkiezing. Toen zei Guus op een gegeven moment tegen mij van... dat is een live show, en wil je dat doen? Ik zei, ja, natuurlijk. Hij zei, nou, dat is, je zei gelijk ja en niet een seconde gewacht. Want als je een seconde had gewacht, dan had je het niet mogen doen. En maar hij zat wel naast je, weet je wel. En bij elke fout die maakte, weet je, hoorde je dan aan de zijkant. Maar harde opvoeding. Heel respectvol. Ja, want het was wel echt dat als ik... Het is wel heel erg over vroeger weer allemaal, hè? Ja, dan vind je dat te veel? Nou, ik denk dat de mensen die kijken... Ja, of je moet echt, zeg maar, echt de oude garde, Julian Marx en de Engen hebben. Ja. Overigens heb ik met Henk van Engen, straks, maar goed. Het is heel veel... We praten heel veel in verleden tijd. Ja, dat en gisteren zei iemand tegen mij, dat, ik weet niet meer wie het was. Ik vergeet de laatste tijd ook heel veel. Ja, je wordt oud. Ja. Komt al vroeger. Ja, ik denk dat het toch erger is. Maar dat toen wij in de jaren 80, 90, zeg maar, begonnen met wij dan tv maken... Mm. Dat was 40 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Ja. En we zitten nu in 2024 en we praten nu ook over iets wat 40 jaar, 30, 40 jaar terug is. Het is, het is doodeng eigenlijk. Ja, vind je doodeng? Ja, dat vind ik doodeng. Nou ja, dat het al, dat het, we praten nu over eind jaren 80, begin jaren 90, maar dat is dus gewoon ja, dik 30 jaar geleden. Dat is altijd verhaal begin van RTL 4. Het begin van RTL 4 hebben we meegemaakt. Ja, dat is wel TV 10. Praat je tegen de stondhuisjes. Toch? Ja. Nee, maar als ik altijd die verhalen over Alsmeer denk, nou, dat moet toch een fantastische tijd zijn. Dat was ook zo. Want daar kon alles. Het raar is alleen dat je dat soort dingen vaak in de gaten hebt achteraf. Want wij waren gewoon keihard aan het werk. De sfeer was goed. Alles was leuk. Alles kon. Alles mocht. Het was wel 7 dagen per week echt werken. Ja. Ik bedoel, ik had nooit vakantie. Dat hoeft ook helemaal niet. We vonden het leuk. Als het dan stil was in de studio. Ik noem even juli, augustus, riep Jo van Den wel ook wel van, hoor, ga lekker 5, 6, 7 weken op vakantie. Er is nu toch niks. Ja. Kan je ook doorbetaald gewoon. Dus dat was wel geven en nemen. Ja, dat is perfect. Ik zag laatst nog toevallig, dat is een tijdje geleden dat je die hebt gepost op je Instagram, maar dat met de tandenborstel show. Met mail. Dus die grap met het mail. Dat is volgens mij midden jaren 90 of zo. Ja, maar dat komt toen gewoon allemaal. Alles kon. Ja, dat is toch fantastisch? En dat is wel, zeg maar, je vroeg had je als regisseur helemaal natuurlijk... Want wat gebeurde daar dan voor mensen die het gemist hebben? Ja, dat is wel goed. Nou, dat was, we hadden gewoon een heel goed productieteam. En Rolf Wouters was een hartstikke leuke presentator met wie je om de vergadertafel gewoon hele leuke ideeën kon verzinnen. En wij voerden dat dan uit. Maar we hadden dan die mailgrap. Nou ja, goed, dat kent iedereen wel. Dat mail over het publiek gooide, over BN'ers. Marco Borsato. Marco Borsato, inderdaad. Ja. Ja, nee, dat was gewoon heel leuk. Maar goed, dat moet je dan zien. Als je dat na gaat vertellen, is dat het minder. Maar, zeker. Toen heel spraakmakend programma. Ja. Maar je zegt net, als je terugkijkt, want toen was het allemaal heel normaal. Hè? Dan zit je 7 dagen in de week bij het werk. Maar als je nu terugkijkt naar die tijd, dan een paar en dan gaat daarna gewoon vooruit. Maar als je nu terugkijkt en alles een beetje laat landen, dat heb je natuurlijk al vaak genoeg gedaan beide. Wat zijn een paar momentjes die je denkt, ja, dat hebben we samen meegemaakt. En dat zijn echt wel momenten. Dat nou, je ik denk van, voor jou die internationale soundmix of zoiets groots. Soundmixshow heb je heel veel gedaan. Soundshows, ja. Ik ben zelfs voor Animal, toen was Animal nog net niet gefuseerd, zeg maar. Dat was in Nederland nog steeds John de Mol Producties en Jo van den Ende. Maar in het buitenland was het al wel Endemol. En toen daar had Guus ook geen zin meer in, nee, zeg maar. Toen was er in Noorwegen een of ander benefietgala voor foster parents, wat wij in Nederland ook altijd al deden. Ja. Het produceren dan. En nou, of ik dat even in Noorwegen en Zweden en Finland en weet ik, Denemarken. Ja. En dat is best pittig met een half, wel half Nederlandse, half Deense, Zweedse ploeg. Maar dus zat je opeens in een ijsgrot in Jurvik. Ik ging ook voor Joop van den Ende nog toen. Endemol. Nee, Endemol was het ook, want John Mol gaf toestemming. Deed ik All You Need Is Love in Duitsland. Ja, ja. En het waren ook, nou, ik gaf 7 jaar lang elke donderdag en vrijdag naar Duitsland rijden. En ook de Duitse versie van Miljoenenjacht, wat jij volgens mij nog steeds doet, zeg maar. Toen kwam je in een hiërarchie. Dat was weer veel verder terug in de tijd dan wij gewend waren. Was je echt, zeg maar, ik weet nog goed, de eerste keer dat ik Miljoenenjacht in Duitsland moest doen. Terwijl ik het in Nederland volgens mij ook een paar keer al had gedaan. Nou, dat was 2 vingers in de neus, bij wijze van spreken. En nu kwam er aan, toen stond er 4 dagen repetitietijd voor. Wat wij toen, geloof ik, in anderhalve deden. Het was wel live, volgens mij, in Duitsland. Ja, het was wel live, dat wel. 4 dagen repetitietijd. En nou, we dinsdag repeteren, woensdag repeteren, donderdag repeteren, vrijdagavond repeteren, vrijdagavond live. Groot, was echt gewoon... Je was een moe voor 15 miljoen kijkers of zo uit mijn hoofd toen. Ja, tijd van de Duitse D-mark nog, hè, waar de euro's er nog niet. Maar dat ik toen ook op die eerste dag studio dag, ik denk, nou ja, goed, ik kom die studio binnen en dan, zoals ik gewend ben, ga ik een beetje uitleggen hoe of wat. Ik kom die tribune binnen, er zaten gewoon, nou, voor mijn gevoel 200 medewerkers, allemaal Duitsers.
En die Nederlandse regisseur moest me even uitleggen hoe die het wilde. Met je microfoon op de vloer. Dat was het ziemlietje schwierig. Ja. Grossemachen. Grossemachen, ja. Het ging hier de verkeerde kant op. Ja, want hij zoomde uitzoomen. Ja, hij ging inzoomen. Nou, hij wilde inzoomen, maar ze zei Grossemachen. Hey, Grosse. Ja, Grosse. Ik bedoel de close-up? Ja, nee. Nee. Grosse. De close, ja. Ja. Prachtig. Nou ja, goed. Dus mooie tijd Duitsland. Ja. Ja. Zie je daar nog steeds aan, Geben? In Duitsland? Ja? Nee. Nou, oh, ik dacht dat Kees dat zei. Nee. Meestal kwamen de Duitsers naar ons toe, eigenlijk. Ja. Voor de Duitse mini-playback show. Ja, gewoon in Aalsmeer. Ja, dat is nu niet meer, toch? Nee, nu niet meer, nee. Maar voor Make Up Your Mind vorig jaar nog een Duitse versie gemaakt. Dat was precies hetzelfde. Wij lol gehad hebben. 600 mensen die allemaal niks beslissen. En, noemen ze dat mensen? Respectvol. Ja, waar is hij? Dat is een grap, zeg maar, waar je natuurlijk helemaal niks ergs mee bedoelt. Nee. Maar gewoon, ja, daar moet je gewoon om lachen. Ja, wij weten ook van wie die komt. Nee, maar jij maakt net twee mensen kijken die zeggen, nou, wat is het voor een enorme ouderwetse, verschrikkelijke blanke... Je weet niet wie er luistert en die zeggen dan van, ah, wat een belachelijke... Die misschien van Duitse afkomst. Ja, je weet het niet. Ja. Maar jij doet eigenlijk die grote shows, doe je helemaal niet zo heel veel meer, toch? Nee, heeft dat een reden? Nou, maak er toch even de stap naar het heden. Ja, dat is heel goed. Ja, dan moeten we heen. Dat komt denk ik omdat ik een jaar of, gaat snel, een jaar of 7, 8, 9 geleden of zo, heel erg in die late night wereld terecht kwam. Ja. Live. En superleuk. Dat vind ik eigenlijk zo super lekker, ook in combinatie gewoon met mijn leven overdag en met mijn gezin en mijn schoolgaande kinderen. Dat ik gewoon overdag tijd had voor andere dingen en dan 's avonds heel veel werkte. Gewoon live, zonder gedoe, zonder postcode loterijvergaderingen, zonder sponsors, zonder oranje wimpels, zonder dit, zonder montages. Zonder Duitsers. Zonder Duitsers. Nou, als ik nu gebeld word voor een Duitse talkshow, dan zeg ik, dan rij ik er morgen heen, hoor. Ja, nee, ik vind talkshow sowieso heel erg leuk om te doen. Gewoon live reageren, snel reageren. En ik zeg nu eigenlijk constant van iets waar heel veel voorbereiding aan zit. Vergaderen met opdrachtgevers en sponsors en kleurstellingen. Trek je niet meer? Nee. Maar jou is dat wel anders, toch? Ja, jij doet wel meer entertainment. Ja, het is ook niet zoveel meer. Weet je wel, wat een heel leuk project was afgelopen jaar, was All Against One. Dat is een spel, game show, weet je, een beetje Werd het Dat-achtig met stunts. Ik dus bijvoorbeeld echt... Ziemlich ouderwetse televisie. Nou ja, dat is ook ouderwets. Is die klus dan waar jullie allebei terechtgekomen? Nee, dat heeft hij gedaan met de RKB. Hartstikke mooi, live. Ja. Nee, weet je, het live is, weet je, dat gebeurt niet veel meer. Weet je, dat je een live show waar je met graafmachines die een stunt moeten doen op het plein. Oh ja, dat was voor het einde Molgebouw, toch? Ja. En weet je wel, en dan hup, weer snel naar binnen met alle camera's en hup, weer naar buiten. En iemand er over een koord, dus het gebouw door. Ja. Vuurwerk. Wat vond jij er bij ouderwets dan aan, Kees? Of minder? Nou ja, ik bedoel, mooi gemaakt en alles, maar als je had gezegd, op de titelrol staat gemaakt in 1998, had ik het ook geloofd. Oh, Reven. Even los van de LED-wanden misschien die dan vernieuwend zijn, alles, of tenminste nu van deze tijd. Maar zag er heel mooi uit, hoor. Ja, natuurlijk ziet het er mooi uit. Daar gaan we weer. Het Eurovision Songfan Contest bijvoorbeeld ziet er ook prachtig uit. Ja. Maar dan ga ik natuurlijk heel veel mensen tegen de been schoppen. Ik vind dus dat het elk jaar nagenoeg hetzelfde eruit ziet. En het viel mij trouwens een paar weken geleden op, bij Boulevard, waar al die instartjes, de inzending uit die land en dat land, dat zelfs de voorrondes van de landen die meedoen er al bijna zo high-tech goed uitzien, dat ik bijna het verschil niet meer zie. Nee. Er zijn natuurlijk regisseurs, onze collega Marnus Kaak, die misschien zeggen, man, zit die te lullen. Ik weet dat het heel veel werk is en alles, maar super, het is wel elk jaar denk ik van, ik zou het niet kunnen. Even punt 1, zeg maar, met die hele autopilot werking. Q-pilot, ja. Maar ik hoop eigenlijk weer dat auto-Q-pilot, pilot, allemaal. Ik hoop ook dat er ergens weer de komende 2, 3, 4 jaar ergens dat er een songfestivalorganisatie opstaat die zegt, we gaan het even weer doen, zoals in de jaren 70, 80 Oper vertelt. Maar dat je gewoon, dat het land zelf bepaalt hoe het eruit ziet. Mm. Hè? Dus dat doen ze dan nu ook wel, maar het ziet er toch heel veel techniek zelf omheen, uit, wat dan toch weer copy-paste is. Dat al die LED-wanden eruit gaan. Ik hoorde van, Marnix juist, dat er één regisseur, een Zweed of weet ik veel wat, ja, dat zei die doet het voor 10 landen. Ja, voor 10 landen, klopt. Daar lijkt het zo op elkaar. Ja. Dus er is één iemand, die verzint het concept voor al die landen. Ja, die stelt ook al die Q-pilots in. Landen. En er zijn er een paar die een aantal landen doen. Dus het is ook niet zo gek dat het dus hetzelfde uitziet. Gaan we die kant een beetje op, denk je, geven? Dat het een beetje losgetrokken wordt? Of blijft hetzelfde en wordt het alleen maar erger? Ik denk dat het alleen nog maar nog mooier wordt. Die landen onzeker. Ik denk dat die, weet je, ik weet niet welke landen het zijn, maar die zijn gewoon onzeker over hun eigen kunnen. En die weten dat iemand het goed kan, want
die heeft het Songfestival voor gewonnen. Dat wordt een trucje toch eigenlijk? Nou ja, goed, weet je, die gaan voor safe. Een geïnteresseerd bedacht trucje. Ik bedoel, als ik er zo zit, heb je 85 meer shots, zeg maar. Ook misschien nog 23 hele leuke die er anders niet geweest waren. Dat roep ik altijd maar. Ja. Maar zo gescript op de frame. Altijd... Je zal een film maken. Maar dat is wel politiek, denk ik. Weet je wel, bij het Songfestival zeker. Daar moet gewoon elke teken hetzelfde uitzien, omdat anders krijg je achteraf, weet je wel, dat meer in beeld, minder in beeld, te weinig close. En dat kan je gewoon niet maken. Maar op dat niveau. Als Marnix het vertelt over dat frame mierenneuken en zo, dat die landen dan aan toe kwamen en dat ze zeiden dat moet een framepje dit en dat moet een frame, dat dan word je helemaal gek. Nou, werd hij volgens mij ook. Ja. Maar jij helemaal? Ja, maar ik werd bijna zelfs... Ik kreeg zelfs medelijden met hem als ik zijn verhalen wel eens hoorde. Hoe goed hij het gedaan heeft. Maar al die mensen die s'avonds of s'nachts input gaven. We vinden dat shot 1,5 seconde moet je eerder. En dan weer scripten. En denk ik, zo de mythe op. Ik zou een slapeloze nacht er heel slecht tegen. En dat nog in coronatijd ook. Maar goed, dat zeiden. Maar vind je dat wel iets, Grim? Dat Q-pilot en een beetje dat nieuwe? Voor entertainment? Ik vind het wel heel mooi. Heb je wel eens gebruikt? Nee, want het is... Het zou voor jou wel goed zijn. Waarom? Waarom, ja? Als je het een keertje strak hebt. Ja, ik ben eigenlijk wel net als Kees. Ik hou ook wel van momenten pakken, hoor. Ja. Omdat... Ik vind het wel heel gaaf. Ik vind het vooral gaaf omdat Q-Pilot niet alleen maar de shots neerzet, maar ook... Weet je, cyberhorses op hetzelfde moment kunnen laten zuren. Ja, de pyro. En, ja, ja, weet je, en weet je, dat is toch vaak, met als je het met de hand doet, dan moet je tegen Piet Plof zeggen vuurwerk. En dan 21, dan komt het pas. Confetti. Tuurlijk. Weet je, ja. Weet je, ik zit dus ook heel oud met ze denken. Ik denk alleen maar in shots, maar er hangt natuurlijk 85. Precies. En dan ziet het lichten, er, weet je, zelfs met beeldwissels, weet je, als ook je led, zeg maar, waar ook wissels in zitten. Mega, dat je net helemaal is, ja. Dat je die helemaal zo kan neerleggen dat je geen springers krijgt. Maar ja, terug, ik vind dus wel... die voorrondes lijken bijna al, zeg maar, identiek op het uiteindelijke resultaat. Maar in Zweden zijn die voorrondes ook oprecht met Q-Pilot en zo. Ja, ik vind dat de verrassing er wel een beetje vanaf dan. Ja. Ik weet nu al bijna hoe het straks in mei weer eruit gaat zien. Nou, hoeven niet te kijken. Nee. Veel zwaaiende camera's, alles beweegt, alles is strak. Alles is wel, het mooie, dat vind ik het teamwork ervan, is dat zo in Nederland, dat is Job dan net het shot. Nee, maar dat is ook zo, daar doe ik ook helemaal niks. En af zo bedoel ik het ook niet. Nee, dat snap ik. Dat het gewoon zo gelikt uitziet, niet verrassend. Ja. Cameramen zijn er heel blij mee, hoor. Ja. En het fantastisch werken. Tenminste, ik weet niet of... deze cameramensen dat ook wel eens gedaan hebben. Maar... Nee, deze hebben nog niet meer kunnen. Het is voor hun ook heel overzichtelijk. Ja. Weet je, want je weet wanneer je eraan komt. En ik kan me het voorstellen dat je enorm spannend... Ik heb shot 83, moet ik in 2,5 seconden van hier naar de close neus. En hij moet godverdomme wel goed gaan. Ja. Terwijl als ik aan de Q-lijn zit, zeg ik, zoem maar door. Het is anders. Ja. Dus maar als Joost wint, dan hoef je nou niet te bellen. Dat als je bijvoorbeeld een... Nee, dat moet ze zeker niet doen. Maar het is wel zo dat als je bijvoorbeeld een... even op zoek naar doet, weet je, en je bent met veel dansen bezig en dan gaat er één op zijn bek. Ja. Wat ook tv is, want dat hoort ook bij de strijd. Dan heb je het niet. Dan gaat zo'n Q-pilot, dat is eigenlijk in vaak. Dan moet je het overroelen. En dan moet je het gaan overroelen. Dat kan volgens mij ook. Dus daar moet je dan wel heel... alert in zijn, want dat hoort ook bij de wedstrijd, weet je? Er zijn kandidaten die aan het dansen zijn en aan het zingen tegelijk. Heel technisch allemaal weer. Ja. Kees zei net, dat het technische kan weer weg. Ja. Kees zei net van talkshow zo lekker, weet je, in de avond, je hebt nog iets aan je dag. Jij doet ook talkshows. Jullie dan ook bij andere talkshows, toch? Ik moet zeggen, weet je, de talkshows zijn eigenlijk een beetje de lifelines nu van ook qua, weet je, bezetting, weet je? Dat je de grote amusement is er gewoon niet zoveel meer. Het is heel kostbaar. De tv-business verandert enorm. Het kijkgedrag van mensen verandert enorm. De streamingsdiensten. Mensen kijken gewoon heel veel naar streamingsdiensten. Ja. En minder naar normale tv. Die kijken wanneer zij willen. Kees, kijk alles ongeveer? Ik kijk op Ziggo Go gewoon... kijk ik alles even snel doorheen. Vind ik altijd leuk. Maar kijk je ook altijd nog wel bijvoorbeeld een Humberto terug of zo? Nou, niet nee. Maar wel als ik weet dat er een leuke artiest in zit, dan zoek ik het wel even op. Dan kijk ik gewoon even de eerste 2 minuten of de laatste 3 minuten. Kijk je dan met een werkoog of kijk je dan met een geïnteresseerd oog van goh, ik ga gewoon even leuk tv kijken? Ik zag laatst bij Humberto, of bij Humberto was het geloof ik, zeg maar, zag ik opeens weer een hele nieuwe opstelling. Op de plek waar normaal kamer 3 staat, stonden gewoon Freek en Suzanne en Freek of zo. Er was iets met een ander licht erop. Ja. Ik denk, nou ja, goed, het is wel zo. Dat moet je wel even, zeg maar, tussen 19:30 en 19:55 moet je dat even uitlichten, zetten en duidelijk maken. Ja. Dat vind ik wel leuke dingen, ja. Dat bij de vooravond bijvoorbeeld weer anders? Is daar dan weer veel meer tijd voor of is dat veel strakker? Je bedoelt Jeroen en Sophie? Nee, weet je, ik ben ook soms heel...
mooi verbaas. Of dan heeft Henk heeft dan weer iets met. Met gebroken spiegels had hij gedaan. Ja. Nou, ik zat echt. Ik heb dat 10 keer terug zitten kijken. Hoe heeft hij dat nou geflikt, joh? Ja. Maar dat. Kijk jij er meer naar van? Dat heb ik helemaal geen zin in, dat gezeik. Nou, ik vind wel soms dat de laatste tijd niet. Maar ik heb wel eens ook. Vroeger deed ik Live for You samen met jou, Live in Cooking. En zo'n programma heb je helemaal niet meer. Heel toch? Leuk om te doen. Nee, dat was ook een heel goede leerschool. Ik heb al honderden weken achter elkaar gedaan. Veel artiesten ook, zeg maar. En dan hadden we ook een regieploeg wisselend. En dan vond ik wel, zeg maar, dat als Carlo Bos dat zegt: hier zijn de Guys and Dolls. Ik noem maar even wat van toen. Dat gewoon de You Don't Have to Say. Weet je dat je gewoon dat gewoon in beeld moet brengen. Maar dan werd eerste shot. Gingen we, als we zeg maar naar Once Upon a Time in the West gingen kijken. Mm-hmm. Zwarte balken, extreem boven. Ja. Ik denk, jongen. Omdat je dan kennelijk als regisseur je eigen shirtje aan wil geven. Kijk eens, dat vind ik dat is totaal de plank mislaan van. Denk, doe het niet. Nee. Dat hele Live for You, toen waren wij nog heel jong. Toen keken we dat op de bankje. Op zondagavond, toch? Nee, was zondagochtend, toch? Zondagmiddag. Zondagochtend was weer voor onze tijd. Dat was begon met Harry de Horse, weet je dat nou? Het begon met Live and Cooking, hè? Met dat ochtendprogramma, Telekids. Oh, Telekids. Ik zit een beetje Carlo en Irene, maar dat was in de middag dan dus net. De Live and Cooking was zondagmiddag tussen 4 uur of zo. Ja, oké. Okay, Unilever TV was dat. Ja, maar toen waren we nog heel jong. Dat was met allemaal prijzen, toch? Een publiek en die dan dingen kregen. Ja, dat jullie dat niet kennen, dat is niet zo... Ik heb dat wel gezien, hoor. Zeker wel. Zondag en dan thuis. Hier, Mediapark. En dat programma's bestaan eigenlijk niet meer. In Aalsmeer. In een balletstudiootje. Ja. In de regie van Goede Tijden. Omdat het was natuurlijk niet in het weekend. Dus dat kon. Ja. Combineer dat. Wat vind je dan nu leuk om te doen? Vind je dan die grote shows? Zoals we hebben laatst dan ook... De All Against One was heel leuk om te doen. Even los van dat het misschien ouderwets oogt, Keeshan. Maar nee, maar het is gewoon... ouderwets. Wordt ook gezegd dat mensen behoefte hebben aan weer jaren 90 televisie. Ik snap het helemaal. Weet je, maar dat is gewoon wel echt... Gewoon... Dat zie je nu ook weer met terugkomende formats. Zoals... Doet hij het niet? Ja, dat. Nee, vind je niks? Nee, heb ik niet goed genoeg gezien. Ik heb En Ruben komt nu natuurlijk met te lang. Ruben Nicolai is gewoon te veel op tv, vind ik persoonlijk. Oké. Ja. Ja, vind ik echt. Ja, nou ja, dat alles is Ruben Nicolai. Ja, dat is wel RTL 4. Is wel het gezicht van 4. Maar is dat niet zo'n tijd dat er een bepaalde presentator heel veel beeld is? Maar hij zal duur betaald worden. Dus en dan heb je ook nog die vrouw die ook eens in doet, die verdient niet. Die bij jou ook met All Against One was. Oh, Jelka. Maar die is niet in dienst van RTL, volgens mij. Maar terug... Nee. Niet in dienst? Lukt niet. Nee, dat is meer op contract. Die krijgt gewoon een programma. Ja. Ruben is echt in dienst van RTL. Klopt. Die heeft gewoon De Land is Zee te Lucht, dat was toch wel een leuk programma geweest voor een van jullie? Het is een beetje bommetje. Ja, helaas. Dat gaat een regisseur regisseren die in dienst is bij Endemol. Wat ik ook wel bommetje begrijp. Nu. Wij waren ook in dienst bij Endemol. Ja. Dus de freelance regisseurs van toen, dat was misschien een andere wereld. Maar die Gerben van de Hoven en Kees van der Daas, die regisseerden alles wat als meer kwam. Maar ja, wij kregen gewoon een maandsalaris. En daar moesten we gewoon zoveel mogelijk voor doen. Dus ik begrijp ook wel dat Endemol nu een regisseur in dienst heeft die ook nog zelf kan monteren. Ik bedoel, die slag heb ik ook gemist, eerlijk gezegd, hoor. Dat ik denk, als je jaloers op al die jongens die nu alles zelf kunnen monteren en schakelen en de hele klerenzooi. Ik ben echt... Jij dat wel, Gerben? Monteren en dingen erbij? Nee, wij zijn echt nog de oude. Ik zeg het toch. Ik kan wel een paar lasjes leggen, maar niet met ISO's en weet je dat je ook... Nee, wij zijn echt nog we hebben het ISO en dan... Gewoon lassen moet maken. Nou, dat zelf schakelen heb ik toevallig laatst een paar keer gedaan in het programma, omdat ik ook wist dat het helemaal gemonteerd moest worden. Dat was een financiële kwestie. Dat kan wel, maar wat je merkt toch dat... Maar als jij neervalt bij Boulevard, dan hebben we echt een probleem. Ja? Als je geen... Ja, tuurlijk wel. Ik bedoel, dan kan ik wel camera 1 tot en met 5 schakelen, maar ik zeg, de effectenbank, dan wordt het echt een hilarische uitzending. Het staat vaak aan de bumper links, splitje links. Ik wil het wel lekker zien eigenlijk. Alsof je ziek bent. Kun je de scène zetten? Ja. Dat deden we vroeger ook, omdat het was zo, bijvoorbeeld bij Show Me The Money, dat was dan ook live. En dan, omdat je dat elke dag repeteerde, was je op een gegeven moment er zo klaar mee. En dan deden we inderdaad job rotations, weet je. Dat is dan... Ik heb denk je nu gewoon ergens in je zaterdagnacht? jij was er gelukkig niet bij. Job rotation. Job rotation. Nee, maar een keer een andere discipline doen, dat is best leerzaam. Is een keer de kraan doen, weet je. Dan weet je hoe fucking moeilijk dat is, Maurice. Ja. Respect. Ja. Weet je, hoezo? Hey, om gewoon samen met 2 andere mensen een shot te maken. Weet je? Kees is helemaal uit. Dit oor is een beetje doof. Dus gelukkig maar. Nee, maar dat is best wel goed om af en toe een keer een ander vakgebied. Een keer schakelen, een keer regisseren. Weet je ook dat het heel anders is. Ja, dat het toch wel moeilijk is. Nou, nee, dat het anders is. Weet je, dat je op het moment dat je die beslissing moet nemen...
En echt de beslissing moet nemen. Het anders is dat je ernaast zit en daarachter kan schuilen of zo. Ja. Ik weet niet. Het is gewoon een ander gevoel. Ja. En niet dat je het niet kan. Want iedereen kan het. Ja. Bij wijze van. Maar het is een andere verantwoordelijkheid. Maar zo'n bommetje, dat gaat dan nu iemand die in dienst is. Nederlandse Ene Lucht. Of Nederlandse, ja. Het bommetje blijft nog wel gewoon... Ja, we hebben er net 40 opgenomen afgelopen september of zo. Dus dat gaat nog wel even... erg om lachen. Ja. Bommetje, ja. Ik zag laatst even weer de lucht in guiden. Yes. Ja, zou je dat ook niet zelf? Want dat is toch ook allemaal ISO? Dat heb ik de laatste keer zelf geschakeld. Oh, jawel. Oké. Ja. Maar zijn er eigenlijk dan dingen die jullie willen doen? Cirque ligt volgens mij nog ergens een YouTube-filmpje. Iemand die Filmacademie deed, die 10 jaar geleden of 15 jaar geleden met mij ook zo'n gesprek als dit deed. En die riep toen, wat wil jij eigenlijk nog bereiken? Oh, die moeten we even gaan zoeken. En daar zeg ik in, zeg maar. Daar zeg ik in, nou, ik zou heel graag nog een keer een Formule 1-wedstrijd willen doen. Een Champions League-wedstrijd, voetbal. Of het Eurovisie Songfestival. Ik zeg, Eurovisie Songfestival gaat niet meer worden. Dat sowieso niet meer gebeuren. Nee, Champions League-wedstrijd vrees ik ook niet. En wat was de derde ook weer? Formule 1 zeker niet. Maar ik moet wel om lachen. Maar ik bedoel, dat zijn wel... Als ik nou echt zeg van, nou, in een volgend leven... dan zou ik inderdaad als regisseur zijn... die in ieder geval eigenlijk veel meer sport. Ja, dat ook best wel leuk. Ik heb echt 30 jaar geleden met Guus... want Guus eigenlijk herhaalt geschiedenis... want Guus Verstraeten wilde dat volgens mij toen ook al. Die was ook voetbalminder. Ja. Maar die zat gewoon in die wereld van amusement. Wij zaten in die wereld van amusement. We werkten 7 dagen per week. En ik weet nog goed hoe heette de vroegere baas van sport... die regisseur, weet jullie wel. Van ESPN. Martijn Lindenberg. Oh, Martijn, ja, dat tuurlijk. Dat Guus toen wel zei van... Ja, dan moet je een brief schrijven. Een brief toen, hè. Was brief, een e-mail. Een brief naar Martijn Lindenberg. Maar ja, ik zei toen... Guus, ik zit hier 10 dagen per week aan het werk. Moet ik dan... Moet ik zondagnacht tussen 3 en 4 stage lopen bij Heracles Almelo? Weet ik dat? Ik bedoel, mijn voorbeeld. Dat kon gewoon niet. Maar nu wel. Ik denk, god, man, ik kijk zoveel sport. Ik zie alles. Het lijkt me zo... Voetbalwedstrijd of een Formule 1... Formule 1 lijkt me trouwens knap ingewikkeld. Ja, zo ingewikkeld. Ja. Het is een en al drama, weet je. Het is fantastisch. Het zijn allemaal verhalen eigenlijk. Dus dat repeteer je natuurlijk nooit. Voetbal, superleuk. Voetbal repeteer je nooit. Dat is gewoon storytelling alleen maar, toch? Ja, ik denk dat ik voetbal, zeg maar, bij simpele wedstrijd denk ik. Maar Formule 1 bijvoorbeeld, zit zo'n label aan dat je weet welke auto's volg je nu wel, welk gevecht. Is alles live wat ik zie? Of zit er veel ook LSM-dingen in? Ik hoorde dat die hele schakelploeg in Londen zit. Klopt, zit allemaal. Alles remote. Zo'n desillusie. Ja, dat is allemaal remote. Ja, nee, alles remote. Maar ja, weet je, dan denk je, ja, je kan lekker mee van met de kantoorbaan. Circus, maar volgens mij zitten daar 3 losse regisseurs op. Het is me ooit verteld dat er 3 losse regisseurs zijn. Ja, misschien... steeds dezelfde. Ja, maar ik bedoel, eentje 3 tegelijk. Oh, dus eentje doet de main feed, eentje doet alleen de pitbox area. Eentje doet alleen specials, zoiets. Naast wel, toch? Dus ja, het kan ook volledig naast zitten, maar dat is me ooit verteld. Ja. Maar dan is dat is nog prachtig. Pit. Ja, ik vind het ook heel... Maar kijk je dan stiekem toch ook een beetje met je werk? Zeker. Dan je werkoog. Dat ene kamer dat in de weg ligt. Weet je, dat dan even boem. Ja, schakelen ze dat echt? Of reageert dat op iets? Ik denk Cuba ook. Ja, dat is Max Verstappen. Ik denk dat dat gewoon live geschakeld wordt, toch? Denk je echt? Ja, ik vind het wel heel knap. Het geluid gaat ook mee naar ons. Dus het is ook een kwestie van, het komt voorbij. Het is nu natuurlijk ook. Als je nu een camera schakelt bijvoorbeeld, dan gaat de fader ook wel eens mee. Ja, ja, ja. Fader? Wat is dat? Fader? Het schuifje? Te technisch. We gaan het niet te technisch maken. Appen ook. Gelukkig hebben jullie geen beeld. Ja. Nou ja, dat vind ik overigens ook, toen jullie me vroegen, of ons vroegen. Ja. Ik dacht altijd dat dit, zeg maar, dat als je modern bent, dat je dit in je oortje hebt, in de auto of via je Bluetooth. Ja, maar jullie maken een heel tv-programma. Ik denk best ouderwets gedacht. Oh, is ouderwets. Nou, vind ik. Maar mensen willen ook meer ouderwets, toch? Zijn het? Ja, maar ik heb de aflevering 1 dan inderdaad gezien, even inloggen. En ik heb jou verteld hoe moeilijk daar kwam in die inlog. Ik leek mijn vader wel. Nou, je had mijn vader kunnen zijn. Ik kreeg alleen op mijn telefoon aan en ik wou het graag gewoon op het groot scherm zien. Dus dat was een gedoe. Maar goed, het is wel gelukt. Ja. Ik heb geloof ik .../. Hij heeft een hele link over het team. Hashtag. En als je dan 1 fout doet, is het weg. Ja. Maar goed. Maar ik vind dat verbaast me dus. Ik denk altijd dat mensen luisteren, dit soort dingen. Kan ook. Dat is de kracht ervan. Zeker. Want hoe heet dit nou wat we aan het doen zijn? Ja, podcast. Een podcast. Ja. Maar podcast is toch... Met beeld? Ja, podcast Wim en Ron. Ja, met beeld. Maar dan heet het dan niet een podcast? Vlog of een blog? Een podcast misschien. Een podcast. Ja, maar dat vonden we niet zo mooi. Wij dachten alleen, omdat we natuurlijk al bij de televisie weten... Nou, weet je, dan maar wat camera's erbij. Als je het over televisie hebt, dan maak je het ook... Een stukje opleiding, Kees. Maak je het ook mooi in beeld. Ja, voor hun ook. Ja. Nee, toch fantastisch. Ja, ik vroeg me inderdaad dus net ook af, maar dan draai je weer terug naar het onderwerp. Ja. Van als je dan wel sport zou doen, zou je dat dan ook heel anders doen, denk je? Nee, is totaal niet.
Ik wel. Ja, ja, ja? Nou, dan ik zou veel meer in de kleedkamers van. Ja. En welke dan? Als hele verhaallijnen gaan. Ja. Ik weet overigens, ik mag dat van Jos. Derde helft. Ik wil zeggen, Jos Budy is ook een ultieme, volgens mij de perfecte sportregisseur. Ik heb het met Jos wel eens over gehad. Met sportregisseur. Maar die wilde volgens mij, is het verhaal, ik ben een goed Jos Budy, Jos is niks aan de hand. Volgens mij wil hij eigenlijk liefst ook vaak dat op een andere manier in beeld brengen. En ik denk dat dat best wel in die hele sportwereld, dat lastig is om dan opeens als regisseur, ik heb het echt de ballenverstand van sport, van sportregie. Maar dat heb ik me wel eens horen vertellen. Dat Jos dan zeg maar in een grote voetbalwedstrijd de kamers net allemaal wat anders neer wilde zetten. En dat je dan waarschijnlijk toch in een systeem komt waar mensen denken, ja, ho, wacht eens even. Zo gaan we het even niet doen. Maar misschien liep die zijn tijd ver vooruit. Want ik zag laatst wel bij ESPN volgens mij, als die jongens een rode kaart krijgen of ze gaan het veld af, dat er al meer camera's in die gangen zijn, in de kleedkamer zelfs. En dat kon natuurlijk 10 jaar geleden allemaal nog niet. Nee, er mogen wel af en toe soms wel meer dingetjes. Maar mag maar tot een bepaalde moment meelopen. Ja. En zijn natuurlijk de deur komt. Het is ook wel veel met regeltjes. En het is, ik denk dat het gewoon een hele andere. Probeer je dat niet op te zoeken dan? Dat je ook zeg maar daar probeert overheen te gaan. Dat je die toch emotie wil je toch doorloopt. Ja. Dat is het. De emotie speelt zich. Je hoopt dat die deur vanzelf een keer dichtgegooid wordt en dan daar stopt. Ik had natuurlijk soms ook zeuren als je de vaart te lang laat staan. Hebben we wel eens gehad. Nee, maar als een schaatser valt, dan volg je hem huilend tot aan naar het. Nou, gisteren bij Suzanne. Dus dat wordt wel allemaal gedaan. Maar bij voetbal eindigt het vaak bij de witte streep en dan zijn ze weg. Hebben jullie onderling nog wel eens contact over werk? Of nou, weinig. Het is echt schandalig. Hoe lang hebben jullie elkaar niet gezien? Net ik denk tot nu? Ja, dat is echt. Was het genoeg? Volgens mij heb je 1 tegen 100 een keer van mij overgenomen. Toen kwam ik jou mee kijken. Ja, dat was een jaar geleden. Maar het is niet, schandalig. Het is niet dat jullie het met elkaar wel eens over hebben, over werk. Ja, jij zit dan misschien in een app met collega's die ook Sofie en Jeroen bij spreken. En jij met Boulevard dan. Ja. Vind je het leuk om naar elkaar naar werk te kijken? Dat je denkt van, ik kijk erover te sparen of dingen zo. Terug. Ja. Ja? Ja. Ja, heel leuk. Wat ik zei, weet je, als je zo'n optreden van Henk ziet. Ik kijk ook wel eens naar Umberto, kijk ook wel eens. Maar dan weet ik natuurlijk niet of. ik weet natuurlijk niet of Kees het doet. Er zijn geen aftitelingen meer. Nee, Kees doet nog wel eens Rens op zondag. Ja. Dat vind je leuk, toch? Ja. Als je nu als je nu kijkt in televisie nu en hoe dat dan vroeger was en nu, wat, hebben jullie een idee waar we naartoe gaan? Als je dan, misschien als ik daarop in mag haken, Boulevard, misschien de automatisering is er nog wel eens over gehad. Ja, ik weet dat daar inderdaad bepaalde programma's wel geautomatiseerd zijn. Ja, noem ik even voorbeeld hoor, maar. Ik denk niet kan. Natuurlijk kan je camera's zo dat op het moment dat iemand begint te praten, dat de shot geschakeld wordt. Volgens mij zijn er heel veel, zeg maar. Dat soort of met voetbal dat je de bal volgt. Aan een grote camera 1 die automatisch de bal volgt. Ik denk toch dat je. Nou, ik ben wel benieuwd wat. Iedereen heeft het over AI en weet je wat. Is ook eng, hè, eigenlijk? Heel eng. Want ik zag laatst een scène van een. En dat was gewoon door. Dat typt je gewoon in. Wat gewoon. Scène? Nee. Goeie vraag. Ja, dat vertel ik naar de uitzending. Oké. Dat is voor achter de betaalmuur. Ja. Nee, maar gewoon, dan vertelde je gewoon, een vrouw die loopt door een woestijn, ik noem maar wat. En dat ding genereert dat gewoon. Plaatjes, alles. En het zag er levensecht uit. Ja, maar kan dat met live televisie ook? Ja, dat weet ik niet. Maar bedoel, we zijn nu aan de. Het wordt ook al voor videoclips en zo gebruikt. Ja, ik bedoel, we zitten in de kinderschoenen nu, weet je wel. Maar over 5 jaar, of 5 jaar geleden zeiden we ook, van de tv gaat nooit veranderen. Of gaat nooit weg. Nou, ik heb daar echt nu wel mijn twijfels over of we echt al die scènes houden. Ja, maar ik denk wel dat tv gewoon, dat je s'avonds even op de bank wil gaan zitten. Zeker, en zappen, dat het altijd wel blijft bestaan. Zeker, maar. Ik merk het ook in mezelf. Ik ga echt niet meer een hele avond, als ik vrij ben, voor de tv zitten. Ik weet dat alles toch in die Ziggo box zit. Dus als ik ook heel veel minuutje heb. Een programma wat eigenlijk 75 minuten duurt, vervolgens in 3 uur terug te kijken. Want die commercial breaks zijn gewoon veel te lang. Ja. Je gaat toch straks veel meer abonnementjes. Nog meer dan nu al. En dat je er gewoon even doorheen kan. Bij YouTube ook heb ik een abonnement dat ik geen reclame hoef te zien. Want die wordt anders gek. Ja. Dat heb ik niet eens. Nee? Nee, ik word gek. 2 keer 15 seconden commercial van de Lidl. Ja, vreselijk. Maar goed. Als je een dubbel laat, is hij weg, toch? Ja, dat is. Werkt dat trucje nog steeds? Geen idee meer. Maar over 45 nog steeds Boulevard, denk je dus? Bij wijze van. Hoop het wel. Ja? Vind ik zo'n leuk programma. Ja, vind ik ook leuk. Ja, vind ik echt een leuk programma. Het is gewoon jouw vaste programma, toch, eigenlijk? Nou ja, samen met 2, 3 andere regisseurs. Ja, samen met Marnix Arie, ja. Maar ik hoop dat het nog 10, 20 jaar loopt. Ja, ik weet het niet. Maar dat is zo'n goede sfeer daar. En het is zo leuk. Ja. En zulke programma's worden die niet straks veel meer ook? Omdat vanwege de Juice-kanalen en dingen. De Boulevard is dat natuurlijk helemaal niet. Maar mensen vinden dat wel veel meer interessanter worden, natuurlijk.
Ja, nou ja, het zal altijd wel blijven, toch? Er kijken gewoon elke dag 1 miljoen mensen naar. Ja. Misschien zijn dat allemaal, misschien zijn dat allemaal... Yvonne de Kolderwijs. Plus, ja. Weet ik even. Nee, die Yvonne de Kolderwijs, denk ik, die zien het allemaal wel op streaming, YouTube, weet ik Instagram, het allemaal. Instagram, ja. Dus misschien, mag het ook niet hard zeggen, maar misschien sterft het kijkerspubliek van Boulevard op een gegeven moment qua leeftijd wel uit. Ik weet het niet. Ik bemoei me daar nooit mee. Het is wel zo dat echt, volgens mij, kinderen, weet je, die kijken, die weten niet eens wat tv is. Nee. Het is allemaal TikTok en Netflix. Telefoon. Ja. Ik bedoel, als we daar zo'n televisie lopen, gaan ze thuis met een boulevardje opzet tijdens het eten. Ja, ben je eigenlijk ook wel een beetje... Ouderwets. Ja, doe ik ook, hoor. Ja. Nou ja, nee, dat komt door je werk ook natuurlijk. Ja, dat is... Dat je niet in tv werkt, had je dat waarschijnlijk... Ja, maar daarvoor deed ik het ook al wel, hoor. Ja, ik heb van jongens af aan keken ook eigenlijk al even de day, maar... Ja. 7 uur. Maar ja. Het is misschien ook meer omdat je na het eten even op de bank ploft. Maar als dat minder wordt... Wordt op schoot. Ja. En jij over 5 jaar? Wat doe je dan nog? Doe je dan nog steeds de grote entertainment shows? Of ga je dan ook lekker zoals Kees? Als we er nog zijn. Ja. Of de late talkshows. Trek je dat dan toch? Oh, ik vind alles leuk. Ik vind zo'n late night talkshow ook leuk om te doen. Dus wat Kees zegt, een goed gesprek schakelen. Ja. Is ook hartstikke leuk om te doen. Weet je, goede luisteren. Jullie als schakeltechnicus of als cameramensen wel. Daar ben ik wel jaloers op. Ik bedoel, gezond jaloers hoor. Maar dat. Gisteren waren we bij Ajax PSV. En morgen gaan we voor Red Bull gaan we naar de Hubble Pub afdaling doen. En dan naar de Ziggo-Dome. De komende 4 dagen zit ik bij Rens en Boulevard. Ik bedoel, hartstikke leuk. Maar die afwisseling die je als schakeltechnicus hebt. Of als regisseur ontwikkeld had. Door ook sport te kunnen gaan doen. Dat mis ik wel een beetje nu. Maar ja, goed. Ja. Ik kan niet alles hebben. Hè? Nee. Dank jullie wel. Ja, ik vond het gezellig. Ik ook. Of wil je toch nog wat zeggen? Ja, of wil je toch weer? Ja, nou ja, ja, als je wil. Hoe zie jij jezelf over 5 jaar willen? Dat is wel een goede vraag. Dat is niet van mij, hè? Maar ja, wellicht ook om 5 jaar nog steeds Boulevard. Zou ik leuk vinden. Maar als wat dan? Ja, schakel. Als ik niet meer weg ben zuinig door de automatisering, maar... Nee, denk het niet. Ik denk het niet. Nou, en wat ik dan wel, dat is wel leuk om te zeggen nog, wat ik wel een beetje mis in de nieuwe generatie regisseurs, ja, keihard als ik het zeg, maar ja, keihard. Een beetje characters of zo. Ik vind iedereen... Tegenwoordig word je bijna niet meer regisseur. Maar ja, het zijn vaak zeg maar technische mensen die dan regisseur per se willen worden. Tenminste, dat gevoel heb ik dan altijd. Ik weet niet of het dan meer verdient. Ik vind overigens dat een regisseur... Dat wij allemaal te makkelijk te veel verdienen. Dat vind je misschien raar dat ik het zeg, maar dat vind ik wel. Ik bedoel, ik vind niks gek wat jij zegt. Nee, maar en ik denk van dat de regisseurs van vroeger, dan heb ik het over Bob Brooijens, Guus Verstraeten, Alex Bordewijk, uit mijn tijd ook een cameraman die ook doorgestroomd is naar regisseur, waar ik overigens even niet weet hoe het nu met hem gaat. Maar dat waren altijd een beetje characters. Ik mis dat een beetje, zeg maar. Ik bedoel, ik vind David Griffors bijvoorbeeld, vind ik ook een character. Ik bedoel, niet dat het een vriend van me is of zo, maar dat ik vind dat altijd leuk als mensen een beetje... Enthousiast. Ja. En dat het niet te snel allemaal op techniek, alles vaak op techniek. Maar tegenwoordig kun je bijna geen regisseur meer worden, toch? Is er überhaupt plek voor nieuwe regisseurs? Nou, dat weet ik. Dat geloof ik wel. Ja? Dat geloof ik wel. Gert-Jan is ook nog niet zo lang begonnen. Nee, Gert-Jan Dijk. Maar over 5 jaar bij Boulevard zitten, zou het dan nog niet compleet een ander team zitten? Nou, dat denk ik toch wel. Ik bedoel, Marnix, Arie en ik doen het nu ook alweer een jaar. Die doen het al langer nog, zeg maar. Maar voor een jaar of 10. Op een gegeven moment gaat Marnix misschien ook wel in het buitenland wonen. Die zegt, hoor eens, ik vind het best leuk om af en toe een boulevardje te doen als ik in Nederland ben. Maar... Remote op het laptopje. Remote op het laptopje. Ja. Ja, daar heb ik het eerder over, zeg maar, remote regie. Ik ben daar, natuurlijk is het altijd leuk om erbij te zijn. Ja. Maar een talkshow of een boulevard is natuurlijk bij uitstek geschikt, zeg maar, om wel op remote te doen. Ja. Dat zou heel jammer zijn, want ik vind juist, zeg maar, daar... Door die presentatie, hè, dat team eet samen. Hapje eten, je kan even zien. Ik spreek net toevallig... Altijd leuke verhalen. Zeg maar, die doet dan graphics en die zit dan ver weg. Die zijn het, dat is wel leuk om te zeggen. Die zijn het, ik blijf even wachten. Want wie zijn je volgende gasten? Kees-Jan Gerbens. Oh, dan blijf even wachten, want we hebben elkaar wel gehoord. Maar nog geen gezicht bij. Dat is soms heel weird. Dat is echt, maar die kant gaan we wel op. Ja, denk dat is wel jammer. Ik. Maar daar ben je dus wel een beetje voorstander van. Van remote? Ja. Nee. Nou, ik ben geen voorstander van. Alleen, zeg maar, ik ben wel voorstander van als het, zeg maar, financieel een stuk goedkoper is. En dat je daardoor een programma kan laten voortbestaan. Dat zag je bij Koffietijd bijvoorbeeld al. Dat was een goed voorbeeld van. Ja. Ja. Maar het was wel heel... Ik woonde bijna naast de studio. Ja, je moest hierheen. Daar moest ik altijd... Ja, moest ik naar Hilversum rijden. Ja. Ja.
Dat was wel gezellig, hoor. Ja, het was heel gezellig. Maar ja, je ziet de ploeg dan weer niet. Nee. Maar goed, bij dagelijks programma's en die gewoon elke dag min of meer hetzelfde zijn, kan het makkelijk. Ja. En bij grote amusementsprogramma's natuurlijk niet. Zeker niet wat jij, dat All Against One, dat je elke zaterdag opnieuw moet zetten. Ja. Zo heet het, toch? Ja. Precies. Ja, heb je huiswerk gedaan. Nee, maar zie je jezelf Boulevard doen vanaf huis dan bijvoorbeeld? Nou, of niet vanaf huis, maar stel je vanaf een bepaalde plek. Nee, ik vond het eigenlijk leuker Boulevard doen vanaf het Leidseplein. Hoewel ik dan eerst zeg maar naar Amsterdam moest parkeren, garage, dat kost gewoon 1-2 uur extra per dag. Toen gingen we naar hier toe. Dat is voor mij dichterbij, dus dat is op zich lekkerder. Maar de volgende stap is dat je dan helemaal vanuit remote doet of vanaf thuis. Nou ja, ik zou het niet weigeren als het gebeurt. Maar ik zou wel voorstander van zijn dat het gewoon hier blijft. Ja. Gaan we daarvoor. Ah ja, ik heb toch ook contact het nodig met je mensen. Je moet af en toe kijk je elkaar toch ook aan. Je wil ook even zien, toch? Ja. Ook inderdaad. En als je iets uit wil leggen, misschien even... Maar goed, als de producent zegt, Kees of team, we mogen 365 afleveringen per jaar maken. Ja. En dat moet 40% goedkoper. Dus dat kan alleen als je nu met een laptop thuis met de schakeltechnicus gaat zitten. Dan ga je niet zo, oh, dat ga ik het niet doen, hoor. Nee. Ja, nou, als het leuk, dan doen we het wel. Als het moet, dan moet. De boterham moet opbetaald worden, toch? Zeker. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Succes, jongens. Waar is dit te beluisteren? Dus, ik zou de hele link stuk voor stuk doortypen. Doe maar op de mailkant naar de telefoon. Nee, is goed.